70. Ja. Ja. Wow. Jezus. Oh, dikke barjack, gast. Wow. Jezus. Wat ziek. Holy shit. Ben je blij? Ja. Dit was wel de moeite om even te gaan, hè? Ja. Helemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik in Curaçao bij het plaatsje Porto Marie. En ik krijg vandaag mijn laatste dagje duiklessen. Ik heb er echt mega veel zin in. Gisteren heb ik al mijn skills moeten oefenen. En vandaag heb ik nog 3 duiken over. En als ik die 3 duiken heb gedaan, dan heb ik mijn cursus gehaald voor open water diving. En dan mag ik dus zelf gaan duiken. Super gaaf. Ik heb daarvoor een hele chillen instructeur. Dus mocht je hier ooit in Curaçao zijn, ga dan even naar Porto Marie. Vraag naar Casper. Daar hebben we hem! Hey. De master. Nou, dit is Casper. Casper heeft mij de afgelopen 2 dagen dus geholpen met het behalen van mijn cursus. Als het goed is, mag ik morgen zelf gaan duiken. Ja. Ja. Maar nooit alleen. Nooit alleen. Altijd met een buddy. Ja. Altijd met een buddy. Maar ik kan je vertellen, het is echt super gaaf. Ik had vanochtend met mijn eerste 2 duiken geprobeerd een GoPro mee te nemen, maar ik had geen underwater housing. Dus bij 8 meter diepte hield het ermee op, kon ik het knopje niet meer indrukken vanwege de druk. Dus ik heb dat net opgelost. Ik heb nu een speciale GoPro mee, die zit allemaal pakvast. Er zit een housing omheen. Ik ga er morgen even eentje kopen. En ik ben hier met mijn ouders, met mijn zusje en met de vriend van mijn zusje. En de vriend van mijn zusje die heeft super dikke camera's mee. We gaan ook ontzettend gave onderwatershots proberen te maken. En uiteraard ga ik wat proberen te vissen. In ieder geval leuk dat jullie me kijken. Geef even een likeje. En laten we lekker van start gaan met deze video. Oké, daar gaan we dan. We gaan nu in ieder geval lekker de eerste duik van de dag maken. Ik moet vandaag 3 duiken maken. En dan ben ik klaar. En dan heb ik mijn cursus open water diver gehaald. Dankzij deze meneer. Ja jongens, we gaan lekker het water in. Ik hoop in ieder geval dat we wat mooie vissen kunnen gaan zien. Misschien wel wat gave koralen. Wellicht iets heel geks. We gaan het wel even zien. Zin in? Zeker. Altijd lekker. Het leukste zien, toch? Ja, zeker. Ja. Lekker maar. Hoppa. Eigenlijk mag het niet, maar stiekem toch 1 biertje drinken. Ik ben nu duiker officieel. Jij bent duiker officieel, dan krijg jij van mij gewoon chips om dit te vieren. Lekker. Zo dames en heren, ik loop op dit moment in Curaçao met Martin. We zijn even aan het vissen. We zijn op dit moment in de buurt van Willemstad. We hebben vandaag de hele dag gedoken, was echt heerlijk. En het is nu inmiddels maandag hier zo. We hebben wat tijdsverschil. Het is hier warm jongens, 35 graden. We zijn lekker aan het vissen. Proberen even iets moois te vangen hier zo. Dikke plug eraan. Kijken of we iets van een barracuda of zo kunnen vangen. Of een jack and val of iets anders. Het zal mooi zijn. Genieten. Genieten. Zo, kijk dan. Straks gaan we daar achter gaan we ergens eten. We gaan eerst even lekker visje vangen. Heel nice. 1 minute 37 seconds later. Martin, wat heb je eraan joh? Is hij groot of niet? Ik hoop het. Oh, ze gaat super hard. Lachen. Super vet. Jezus. Wat heb je eraan joh? Kijk uit met de steen hè? Oh, kijk uit. Oeh. Oh, dikke barjack gast. Jezus. Wow. Kijk uit hè, dat je niet op je bek gaat. De steen is allemaal scherp. Gast, super mooie vis. Wat dan? Oh, dat was slecht.
Wat sick! Wat lijp! Nee joh! Oh! Oh. Ziek sterk jongen! Oh. Wat? Hier, ga mee je hengel, ga mee je hengel. Ja. Ja, ja, probeer maar. Pak hem meteen. Ja. Ik weet niet of wow! Hij is fucking groot, gast! Nee joh! Waar heb je hem op gevangen? Ja, kijk dan. Op een baarsaasje? Ja. Nee joh! Hier, baarsaasje. Wat sick, gast! Jezus! Hou me eens even mooi voor de camera. Jezus! Wat sick! Holy shit, ben je blij? Ja. Dit was wel de moeite om even te gaan, hè? Ja, zeker. Wow, sick mooi. Ook die zijstrepen. Wat? Ik ga even een mooie foto van jou maken, hoor. Dit is heel vet. Nice, man. Wat een vis, joh. Echt een grote. Nice. Ja, ja. Nou, maar weer terug. Nog voordat ik begon met filmen. Ik zet mijn GoPro nog niet eens aan. Ja. Ja, ik zal maar gewoon een plonsie doen. Ja. Gast. Gast. Sick, ons kleine setje. Ja, mini setje, hè. Oké, okay, welkom bij een nieuwe video. Ja, dit is random. Wij hebben even tussen het duiken een uurtje tijd om te vissen. En ik ben samen met Martin, de vriend van mijn zus. We zijn hier in Curaçao, in de buurt van Willemstad. We hebben een duikvakantie. Daarvan ga ik jullie ook het een en ander laten zien deze week. Maar het is echt super leuk hier zo. 35 graden. Ik glim helemaal. Ik loop een beetje door de Innsmeer. Maar eerste worp hier, ik vang een barjack, ik kan mijn camera niet eens aan. Hij eerste worp hier aanbeet. Tweede worp vangt hij deze vis. Ik kan mijn GoPro nog niet eens lopen. Wat een vis, gast. Ja, juist, waar heb je hem op gevangen, jongen? Ja, je mini setje, 5 gram leuk koppie. Echt, ja, hier 5 centimeter of zo? Ja. Ja, minimaal. Ziekelijk. Super vet, ja. Helemaal kapot gelijk, dus uiteraard een nieuwe eraan. Ja. Gaan het zien. Haak is een beetje uitgebogen. Ja. Ja, ik zou wel even je haak of bijbuigen of een nieuwe haak pakken. Blijf maar een beetje bij in dat. Wat sick, hé? Ja, super. Fuck is het. Oké, eerste worpje met camera. Een vis? Nee joh, nee joh. Weer een dikke. Nee, kleintje, weet je wel. Een groepertje denk. Kleintje nou mee. Groepertje? Nee, nee. Oh, weer een bordje, kleintje. Nee joh, de worp daarna. Pak je gewoon weer een vis. Nou. Nah. Staat te slachten hier zo. Ja, doe maar. Mini-shetjes eraan. Ja. Dat is de money. Dat is het, jongen. Hier. Lachen. Ja. Super mooi vissen. Het is een horsmakreelachtige. Ja, super mooi. Lekker gast. Blijf de volgende worp. Ja. Oké, 3 worpen, 3 vissen. Ja. Het is een weight transfer systeem in deze set. Het lijkt net. Ja! Wow! Jezus! Wat? What the fuck is dit dan? Oh, wow! Wow! Wat is dit? Hij springt! Wat? Wat is dit, joh? Is dit ook zo'n barjack, denk je? Wat een beuk, jongen! No! Oh, kijk, we springen weer! Wat lijp! Jezus, een sterke vis! Nee! Weg daar, weg daar! Ja, ja! Weer springen. Ik wist helemaal niet dat die dingen sprongen, joh. Bij jou sprong je ook al een keer net. Oh, dit is een mooie, gast. Ziek, jezus. Lijp. No, wat een stek, hé. Hoppa. Zo. Barjack, pluggy, super sterk, super mooi vis. Ik ga hem aan die meneer geven, die wil hem heel graag opeten. Kijk dan wat een visje op, prachtig. Mooie kleur, de blauw erop. En hij heeft hier een gaffel, moet je me uitkijken, want hij heeft hem al open gehaald. Maar ik ga hem netjes uit zijn leider verlossen, dan ga ik hem aan die meneer geven. Ik ga hem lekker opeten namelijk. Wat een plekje, hé. En eerst een paar worpies, gelijk pam, 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 gelijk vis, vis, vis. Even door. Dat jij hem ook op een kleine setje had, jongen. Ja, echt een mini setje. Ik gewoon een dikke vis erop. Ja, super vet. Ja, echt meesterlijk. Je vist nu met een? Nu vis ik met een twitchbait. En ga super snel twitchen. In de winter doe ik het op baars heel langzaam. En nu
een soort raket. Ja, gooit ook eens een Jekko, Megaboss plug. Een iceberg, gooit een iceberg. Ja. Ik denk dat het wel lukt. Ja. Zet hoor. Ja, zeker man. Wel een uitgevreugd om nu te vissen. Kijk, ben je erop? Ja joh, ik kan eens kijken. Allebei zijn dikke. Ik vis hem gewoon zo, ik draai mij best wel hard binnen. Ja, weer één. Dit is een kleintje, denk ik. Ah nee, het is geen kleintje. Ik zou hem er vlakbij gooien, ik denk dat er meerdere zijn. Wat? Wat is dit joh? Zou dit zo'nzelfde zijn? Hij zelf wel als een gek. Wauw. Oh ja, het is er weer één. Ja? Oh, ik stop precies met filmen. Oh, wacht, ik heb hem op mijn GoPro. Jezus, gast! Jezus, wat heb je gehakt? Weer zo'n ding, of niet? Ja, weer zo'n loeder. Ziek aanbeet, of niet? Ja, ja. Oh. Sterk, zei ze, hè? Ja, niet normaal. Niet normaal. Wow, dit is ook een plaatje, gast. Heerlijk. Genieten man, ik ben blij dat we nog even een uurtje zijn gevissen. Sterk hè? Ja, niet normaal man. Echt super sterk. Moet je nagaan als dit 5 kilo is of zo? Ja, dat zijn maar kleine vissen. Ja, het is een visje van een kilo. Kijk uit hoor. En dan had je zo om die stenen heen als je pech hebt. Ik zou 1 steen naar voren gaan, dan, dan heb je precies nog het diepe. Ja. Ik weet niet of dat lukt. Ja, top. Kijk dan. Wat? Nee. Nee, het is ook een barjack. Hij is wat donkerder. Sick. Lekker, gast. Heel. Dat heb jij gevangen. Ja, maar weer eentje, man. Joekel. Kijk, joh. Wauw, met dat onderschaande zonnetje erop. Ja, ja, een beetje. Wauw. Hey man. Hey. Jullie is wel een visje, hè? Ja, mooi. Ja. Kijk. Prachtig, hè? Ja, super vet. Echt super mooi. Jaru. Jaru, is hij lekker? Ja hoor. Ja? Ja? Nou, ik geef ze graag aan u mee. Oké, dank je. Zo, we hebben er even aardig wat vissen uitstaan. Harken net. Gewoon echt. Ja, wat hebben we gevangen? 8 vissen of zo? Ja, 2 grepen en een stuk of 6-7 van die dingen. Ja. Echt een uurtje vissen. Heerlijk. Dat moet ik mijn naam worden. Er staat wel een windje. Waarschijnlijk horen jullie het ook wel. Ik heb op dit moment mijn camera niet bij me. Er zit natuurlijk een plopkapje op. Ik doe nu even met mijn telefoon en mijn GoPro. Genieten dit. Even 6 vissen, gaan zo lekker eten. Nice dit, heerlijk. Ja. Ja. Ja, vis. Nice. Is dit al? Oh, lizardfish. Ah, joh. Hele dikke lizardfish. Nou, nah, gast. Ja, kom maar aan. Dit is een sick ding, jongen. Nou, kijk, om het af te sluiten. Dikke lizardfish. Ja, super. Hagedisvis. Mega bek zit erop. Super scherpe tandjes. Ja, super vet, man. Kijk dan. Kijk wat een bek daarop zit, joh. Bizar, gast. Echt bizar. Sick, hè? Ja. Kun jij een fotootje maken nog? Ja, dan gaan we zeker. Lekker eten. Kijk, en hebben we dan natuurlijk net lekker een visje gevangen. Maar dan gaan we ook even lekker een visje eten. Maar we zitten hier bij de visserij. Oh, en dan hebben we gewoon verse grillvintonijn. Even gegrild. Sesamzaad erop. We hebben hier wahoo. En we hebben mahi-mahi. En garnalen. En een klein biertje. Nou, echt. Dit is niet normaal. Het is zo'n prima afsluiting voor ons van de dag. Heerlijk dit. Echt genieten hier zo. Ik ga lekker even proeven. Ik weet niet of ik dit kan met mijn links. Even kijken. Heerlijk. Ben je er klaar voor? Ja! We gaan lekker duiken, hè. Eerste duikje zonder instructeur. Ik heb er zin in. Let's go. We'll be right back.
Ja, dames en heren, dat was hem weer voor vandaag. Ik ben inmiddels weer thuis in Nederland. Vanwege het slechte internet en de weinig tijd heb ik wat minder video's kunnen uploaden. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Een heel ander soort video dan jullie van mij gewend zijn. En ja, ik wil graag even deze koevis en uiteraard mijn ouders bedanken voor deze geweldige reis. Ik heb ontzettend genoten, leren duiken en een geweldige vakantie gehad. Ik hoop dat jullie thuis ook een beetje enthousiast kunnen maken voor duiken. Want ik raad het je zeker aan om dit ooit eens een keertje te proberen als je het nog nooit hebt gedaan. Ik vond het in ieder geval geweldig. Vond je het nou ook leuk? Geef even een likeje. Laten we kijken of we 1000 likes kunnen halen op deze video. Zou heel mooi zijn. En vanaf nu, elke zondag uiteraard weer om 7 uur een nieuwe video. En ik zie jullie graag bij de volgende. Bedankt en dat was al. Doei!